Een aantal weken geleden gingen Bert Smit en Otto Schreuder voor u naar Vlagtwedde. Daar werd een jaren 80 feest georganiseerd in discotheek De Schuutstal. Er waren wel 1100 kaarten verkocht, dus het belooft een heel waar spektakel te worden. Nu heb ik toch voor het Groningse verhaal mijn waarde collega Ties nodig om een beetje te vertellen wat het einde was van dit verhaal. Ik moet je wel eerst vertellen, Dorien, het is wel hartstikke koud hier. Het is verschrikkelijk koud, Ties. Kortsleden was het en zo, wie de mensen en toen waren de optredens in Vlagtwedde van de discjockeys. En wie je nou hoort naar zijn, wat het volk in Vlagtwedde verschoteld werd. Jullie stroomden een feeststemming uit. Wat gebeurt? Nu ben er allemaal kloof. Ja, allemaal kloof. Hoe kwam je weg? Onswerder. Met mijn koor? Met mijn koor. Was dat ook vrouwen zo, dat je met mijn koor zo door schoot staan? Ja, eigenlijk wel. Ja, altijd met ons vijanden, ja. Gezellige tijd? Oh, mooi tijd. Ja, wat is het mooiste, wat is die bliebleem ervan? Dat kan het ook dat hij zo ziek was. Dat was eigenlijk het minste. Ja? Ja, en het zat er achteraf te wanneer? Uiteraard. Ja. Elk weekend weer beloof ik dat nooit weer. Ik heb altijd beterschap beloofd, het is nooit lukt. Nee, hè? Nee. Maar nou zoveel jaar, nou hier weer. Ja. Zo'n reunie denk ik ook voor jullie. Ja, mooi om elkaar weer te zijn, ja. Zo is het, ja. Een beetje drinken, een beetje dansen. En, ja. Bezwaai, man. Ja, maar nou moet ik gewoon weer. Kom maar gauw in, Mr. Please. Hoi. Ja. De deur. Vorige prootje zat je er nooit bij, maar vandoor wel. Ja, vorige keer was ik voor de radio. Ja, en dan kan ik nou zo wegblijven natuurlijk. Nee. En wat gaat er vandoor gebeuren? Ja, dat wordt een spektakel, hè? Ja, het wordt hartstikke gezellig. Nu is misschien een programmaatje zijn. Voor de mensen gewoon straks alles uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren. We kriegen verschillende showtjes van om. En alles voor het goede doel, hè? Ja. En voor de gezelligheid. Dat is wel, het is een reunie ook, hè, van Albeuld. Ik zei al handjes schudderij, smokje erbij. Ja, er zijn mensen die eerst eigenlijk al Joden niet zijn. En we hebben ook een Ole Barkeeper, zeg maar, van wie aan vrouw voor een aantal discotheken hier in Vlagtwedde. Dat is van Farnik 60 Bar Dancing Inferno. Dat is Sean. Die hebben we verdorven hoe de Zwifte Band hoort. Die komt ook. Die hebben mensen ook al Joren niet zijn, natuurlijk. Dus dat is leuk. Ja. Het is een beetje tijd van de revivals, de classical, de dance parties. Gaat dit weer gebeuren, hè? Hier nog? Nou, het ligt eraan aan vernomen. En van mij mag het. Ik vind het hartstikke gezellig. Dus van mij mogen ze het nog een keer weer organiseren. Nou, mokken we van. Wie vond er wat van mooi? Jullie veel plezier. Yo. We hadden 5000 aanvragen voor 1100 koorden. En mensen hebben misschien de kranten vroeger wel lezen. Er waren zelfs valse koorden in omloop. Nou, een grotere compliment kun je als organisator eigenlijk naar krijgen. We zijn natuurlijk niet blij meer. Vooral nooit omdat ze, we willen vroeger alles voor het goede doel. Pirates for Kids, hoe we dat voor doen. Dus goed, valse koorden. Het blijft een compliment voor een organisatie. Ik hoop dat je schaapbeen straks niet binnenkomt. We hebben gooi beveiliging. We hebben alles is sponsor verdogen. En we hebben er gewoon hartstikke veel zin aan. En beveiliging is goud. Rendering, super. Dus kan uit mijn stuk. Wie loopt die KNM aan in de schuurstal? Ik kijk hoe oud valt er al is. Ja, we gaan hem kijken. Ja, dankjewel. Ja. Ja, ik heb vanmiddag even oefend en ik heb toezoeken. Ja, kom daar gauw. Daar gauw? Ja, kom gauw. Is die naar Kloos toch? Je hebt alles in de computer, hè? Ik heb op een harddisk. Ja, de harddisk. Maar ik word nou outwerkt. Zelf vrienden van mij. Waar wordt hij toppen, hè? Nou, eigenlijk dit is wel Relight My Fire. Maar ik ben fan van Tina Turner, dames en straks. Kom maar houden. Het is weer als van ouds gezellig. Ja, hè? Is dat in de kunst, hoor, of nee? Ja, daar heb ik ook zo'n. En ook dat ik 30 jaar geleden zo'n heb. En hoe ligt dat? Ja, ik heb ooit gemozeerd ook dat ik nooit wil zo'n, maar daar heb ik ook zo'n. Is toch al zo? Ja, heb ik ook zo'n. Maar het verhaal is. Of het zo in Brug hier aan. Ja, hij mag die pilootje, hè?
Allemaal in stijl, ja. 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 Dat was mijn opdracht. Dat was de opdracht? Ja. Van wel? Van een vrouw. Van een vrouw. En ja. De vrouw is ook in stijl? Helemaal in stijl. Madonna als het goed is. Oké, okay, en jij bent? Paul. Ja. Heb je dit vaker zo aangehad naar de disco? Nee, valt reuze mee. Oké. Okay. Nee, alleen 20 jaar geleden. Toen wel? Toen nee, wel. Dat valt een beetje mee. Nee, maar we moesten even wat leuks doen. Ja. En ik van, doen we dit. Ja. Ja, vrij eenvoudig, toch netjes. En iedereen kijkt je aan en een keer op de camera. Ben je regelmatig geweest in het verleden? Nee, ik niet. Ik ben een beetje import. Maar nu ik een beetje in deze buurt woon met veel vrienden hier zo, dan gaan we hier dus wel heen. Okay. Maar in het verleden heb ik zelf niet veel in schutstal gelopen. Nee. Een heleboel die komen hier om een reunie te houden. Jij komt om kennis te maken met je omgeving. Ja, en de vrienden die je nu hebt, die lopen hier nu eigenlijk ook rond. Ja. Nou, plezierige avond. Ja, jullie ook. Ja. Graag gedaan. Wat bekend gesproken? Ja, Arne. Ja. Ja, meer als Arne. Meer als Arne. En wat, herken je me gewoon nog, hè? Of nee? Ja, het is al een beetje denken. Even denken, ja. En dat komt vanzelf weer. Ja. 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 Maar ik ben een beetje haardeur, hè? Oh. Dus ik ben gewoon lustig. Van haar rauw. Ja. We hebben vanavond ook een gast, die is helemaal teruggekomen uit Turkije, Ebbo Woordman! Ja, de vlot weer even tussendoor. Hebben we zin in een feestje? Ik hoor jullie niet zo goed. Hebben jullie